De marathon 2015. De laatste loper. Daar staan we deze week bij stil. Aan jou was de, ja, de eer, wou ik bijna zeggen. Ja. Maar als ik de beelden terugkijk... Ja, leuk. Ja, ik had in mijn hoofd 4,5. En dan word je laatste lopen. En dat is dubbel. Dat vind ik dubbel. Vond het heel leuk. Achteraf. Na een half jaar. Maar nu kan ik zeggen dat ik het leuk vond. Want loopt ze vaker? Ja, dit is de vierde marathon. En ze zei vorig jaar, of de vorige keer, als ik de laatste loper ben, dan ga ik eruit. Het zag er niet goed uit. Nee. Dus nee. Ik zeg, ja, maar Miran, luister, ik heb hier anderhalf uur gezeten. We lopen gewoon een stukje in. Als je dan wil stoppen, dan stoppen we gewoon. Nou, ja, maar. Nee joh, loop maar gewoon. Precies. Gewoon lopen. En toen zei ik tegen haar van, jongen, ik haal het gewoon niet. En toen zegt ze, nou, weet je, we stoppen gewoon. Ik ben hartstikke trots op je. En, maar had je last of was het gewoon... Nou, dat vroeg ik ook nog. Ja. Waar heb je nou last van, Miran? Ja, ik ben moe. Goed, ja, kom op zeg. Na zoveel kilometer. Maar heb je ergens last van? Nee. Nee, ik had nergens last van. Ze is versleten. En iedereen hangt nu rondom Miranda Hendricks uit Nieuw-Lekkerland. Het is vreselijk en ze wil het helemaal niet. Ik heb zo'n beetje te doen. Ik heb ooit een keer zelf de halve marathon gelopen en toen kwam er ook zo'n motor rijden met zo'n pretletter naast me. Zij zei, we gaan lekker, maar ja, dat wil je helemaal niet, hè? Ik wil het helemaal niet. Eigenlijk wil je gewoon je mond houden. En toen kwam jij, Dave. Toen kwam Dave, ja. Het was het stil. Het was het stil, ja. Ik denk, nee. En dat ging maar door me heen. Ik heb altijd gezegd, als ik de laatste loper zou zijn, dat ik uit zou stappen. Heb ik altijd gezegd, tegen iedereen. Wat was bekend van tevoren, wat de laatste loper zou overkomen? Wist je wat je te wachten stond? Ja, tuurlijk wist ik dat. Jawel, tuurlijk, want dat zie je op televisie. Ja, dat is waar. Ja, 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 dat zie je. Ja. Weet je, daarom dacht ik ook dat het een heel opgezet plan was. Ze kijken gewoon wie het leukste verhaal heeft, wie het mooiste verhaal heeft. Na 42 kilometer, dan maakt het gaat echt om de laatste. Ja, maar ja, dat wist ik dus niet. Nee. Dat wist ik echt niet. Dat had ik wel leuk gedaan, denk ik. Naar wie kijkt ze het meest uit, denk je? Nou, naar de man, denk ik. Dat is een goeie. Nee, dat is een goeie. Weet jij wat er nu gaat gebeuren als je straks de hoek omgaat? Geen idee. Maar het was wel... Het ging steeds harder lopen. Het was wel een gedoe. Het was wel enorm. De geluid ook. Ja, dat geluid, dat ging echt door merg en been. Ja. Voor jou natuurlijk ook. Ja. 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 Ja, je had het wel verteld, maar ja, dan maak je het... Dan denk je, oké, leuk. Hè, dan krijgen we dat liedje weer te horen, leuk. Maar ja, je hoort het helemaal niet, want je hoort alleen maar sirenes. Ja. En mensen gillen. En die ken ik! Ja. Ja. En dan komt die finish steeds dichterbij. Ja. 500 meter, 400. Beleef je dat echt zo? Ja. Je ziet ook die, ik heb ook die meters gezien. 500 meter, 400 meter. Ja, die. Zo, ik was zo blij dat ik er was. Oh, ik was echt kapot. Ik was echt zo kapot. Nou, wat zei ik je? Mooi, hè? Geweldig. Hoe kijk je er nu een jaar na dato op terug? Ja, nou vind ik het echt leuk. Ja. Ik vond jou ook zo leuk. Ja. Hij was ook leuk. Ja, en ik vond het echt zo fijn dat ik ook zo gelaten werd. Ja. Zo van, joh, weet je, ik heb er echt geen zin in nu. En we konden gewoon gaan, want dat zag je ook later op die beelden. Ze liet ons gewoon lopen. En ik denk, dat vind ik fijn, want ik denk, als er iemand nog aan mijn jasje had getrokken van en je, nou, dat had ik echt niet, dan had het niet leuk geweest. Nee. Ook dit jaar komt er weer een laatste loper. Dan kijken we nog anders naar uit. Ja. Nu kijken we daar anders tegenaan. Wat zou je tegen hem of haar willen zeggen? Geniet ervan. Want, je wordt er niet zomaar uitgekozen. Nee. Je bent het gewoon. Ja. En daar kan je van genieten. En trots zijn op jezelf. Ja. Ja, want jij was niet trots op jezelf. Nee. Ze voelde gewoon alleen gewoon een soort faal. Een soort gefaald. Ja, dat voelde ik ook. Ja. Zullen we nog even een rondje lopen? Gaan we een rondje lopen? Ah, jij. Hartelijk. Ja.
Zij? Zij. Zij. Gaan langs de kant staan. Nee, echt waar? Een heel hondje? Hoeft niet. Heb je dat ding uitgezet nu, of niet? Dat was het nieuws. Meer. A simple band of gold wrapped around my soul. Het is nog een krappe week tot de marathon van Rotterdam. En de komende week dan neem ik jullie als nieuwslezer van Radio Rijnmond mee in mijn laatste voorbereidingen. We beginnen hier vandaag in Park 16hoven. Daar wordt een wedstrijd over 10 kilometer georganiseerd. We gaan nog eventjes alle energie eruit gooien voordat we volledig in de ruststand gaan. Wat een pokkeind, joh, die 10 kilometer. Pot, man. Al te bedenken dat ik over een week 42 kilometer en 195 meter moet lopen. Maar het ging wel echt heerlijk, hoor. Het weer was goed. Ik ben de eerste geworden. Nou, ook mooi meegenomen. Kortom, een goede start van de laatste week voor de marathon. Als ik veel train, merk ik dat mijn benen weer gaan tintelen. Worden mijn benen zwaar, dan ben ik met mijn hoofd 10 meter verder dan dat mijn benen zijn. En dan voelt het eigenlijk of dat ik al 10 kilometer erop heb zitten, terwijl ik er misschien net 2 heb gehad.